Oh yeah! Yes. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Bam. Yeah. Riba, 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 riba. Ja, dames en heren, we zijn al begonnen. Het feestje is al begonnen, dat weten jullie. Het feest is er al. Als je weet dat Mirna in de studio komt, dan is het feest echt compleet. Van harte welkom iedereen. Goed dat je er bent. Even kijken of ik mezelf hoor. Goedemorgen Marianne, wat geweldig dat je er bent. En iedereen, alle kijkers en luisteraars. Guys, wat is dit een prachtig mooie dag. 2 juni 2021, zonnetje schijnt, de vogels fluiten. En Mirna is in de zon. Wat ben ik blij dat je er bent. Ja, en wij waren vanochtend al aan het zingen. Ja, joh. Let the sunshine. Dames en heren, Mirna. Let the sunshine in. The sunshine in. Oh yeah. Woehoe. Da 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 da. Zehoe. Ja, dames, dat is echt, ik vind dit zo cool. Dank dat je er wel bent. Echt, de sunshine is hier, dus dan word ik helemaal enthousiast. Want we hebben zoveel leuke dingen met jou te delen. En jullie weten, de day after, gisteren zijn we bezig geweest met de Monetize Your Expertise deelnemers. Ik ben nog helemaal aan het nagenieten. Dus alle lieve... Hey, Ferdinand, dat is cool. Ferdinand, ik had het net... Oh ja, Ferdinand Beuze, dames en heren. Dames en heren, mag ik applaus voor de one and only Ferdinand Beuze. De nummer 1 dirigent. Echt, Fer, ik ben je zo dankbaar. Ik zei net tegen Mirna, as we speak. Ik zeg, Let the Sunshine was het tweede liedje. The Brand New Day zongen we net. Zong Mirna net. Dat was het eerste liedje wat ik bij Dakapa's Popcorn heb gehoord. Nou, ik vind het zo vet dat je er bent, Ferdinand. Synchroniciteit. Ja, echt. Yeah, zegt hij. Ja. Ach, man. Ik ben je... Mwah. Ferdinand, ik ben je mega, mega dankbaar. Want door jouw toedoen heb ik zoveel geleerd over muziek. Heb ik zoveel geleerd over samenwerking. Jij bent een kanjer. Jij was de eerste joybringer die ik in Nederland heb gezien. Dus Fer, echt namens alle koorleden en namens alle mensen die je geïnspireerd hebt en blijft inspireren. Dank. Oh, dat is mijn inspiratie. Leuk. Echt, dit is zo vet. Dit vind ik zo leuk. Hoe leuk is dat? Dit vind ik zo leuk, man. Goed dat je er bent. Nou ja, je ziet dat Mirna is hier. Dus Mirna heeft net gezongen. Hallo Ferdinand, hallo iedereen. En goedemorgen Chantal, good to see you. En ja, Chantal, je hebt net een mooi stukje zang gemist. Ja, ik kan best wel Mirna nog een keertje vragen. Zou je alsjeblieft nog een keertje Let the Sunshine erin willen zetten? Dan moeten we samen doen. Dan moeten we samen let doen. Ja, hallo, de dirigent is hier. Let the sunshine in, the sunshine in. Kijk, de tweede stem, ga jij maar door, dan kijk ik voor twee stemmen. Nee, Ferdinand, kijk mee. Lang geleden dat ik een twee stemmen gedaan. We gaan ook gewoon een keer muziek maken in de podcast. Zullen we dat gewoon doen? Ferdinand? Bij deze. We gaan een keer muziek maken. Lieve Fer, we gaan een muziekje maken. Ik weet niet wat en hoe, maar de vorm die komt altijd. Eerste intentie. Doesn't matter. We hebben hier een celebrity naast ons. Een musical staat naast ons. Dat qua repertoire komt helemaal musical. Goed. Ja, oud. Oh, sorry, oud. Yoga celebrity. Celebrity mag je er ook afhalen. Dit is gewoon zo cool. Mirna. Ferdinand zegt, ik zing hier thuis de derde stem. Oh, wat fantastisch. Oh, dit is magic. Oh, ik krijg helemaal tranen in mijn ogen. Wat cool dat je er bent, Fer. Nou, weet je, ik gaan heb doen. Het je gezegd. That's magic how it goes. Dank. Goedemorgen, Rienske. Geweldig dat je er bent. Even kijken, Marleen is er ook. Ik zie even Marleen. Ja, goedemorgen. Wat een leuke muzikale opening. Jazeker. Ferdinand zegt, dat zou ik superleuk vinden. Nou, Fer, bij deze de uitnodiging staat... En te gek. Want echt, ik zal even een stukje over Ferdinand vertellen. Voor mensen die Ferdinand Beuze niet kennen, dames en heren. Het is een multitalent, geweldig dirigent. Maakt al jaren muziek. Die is al meer dan 20, 30, volgens mij al, als ik me niet vergis, meer dan 30 jaar de trompetist van zoveel prachtig mooie bands. Ga checken, Ferdinand Beuze, guys, ga maar checken. Hij heeft zoveel dingen opgezet. De Amstel Gospel Choir heeft hij opgezet. Oh, hij is, ik hou van gospel. Ach, luister. Komt zich zo recht.
Cher is fantastisch. En hij zegt, ja, dat zou ik super cool vinden. Echt, ik ben dankbaar dat je er bent. En ik ben dankbaar dat je er bent, Mirna. Ja, en ik ben dankbaar voor alle kijkers en live luisteraars. Want we zijn over 20.687 downloads heen. Dus dank, dames en heren. Mirna vroeg net, hoeveel aflevering is dit? Ik dacht, 168. Ja. Ongeveer met zoveel mensen. Guys, dank. Dank, dank. Nou ja, all about the magic. En jij dank, Aramiek, dat jij dit wil doen voor de mensen. Ja, maar zonder dit zitten er geen klanten. Zonder dit kunnen de mensen niet luisteren. Zonder dit hebben ze niet elke dag weer een nieuwe inspiratie om de dag mee te starten. Dus dank je wel. Heel graag gedaan. Het is wel waar genoegen, dames. Dit is all about magic today. Wow. Je gaat ervan zweten. Ik ga helemaal van zweten. Ik vind dit zo cool. 27 graden vandaag. 27, yes. En Chantal zegt, ja, heerlijk dat jullie met zang zijn begonnen. Marianne zegt, ja, hoor ik muziek maken? Oh, yummy, ik speel dan op mijn tempura. Helemaal goed. Wordt een vol orkest, ik vind het helemaal prima. Studio is te klein. Helemaal cool. Ferdinand zegt, sorry voor de gekke profielfoto. Ja, dat is de kunstzinnige Ferdinand met zijn gekke profielfoto. Maar believe me, als je eenmaal Ferdinand Beuze voor een koor hebt meegemaakt. Ik heb eer gehad om meer dan 5 jaar in de verschillende koren, vooral bij de Kapers Popcore, daarna bij een aantal projectkoren. We gingen vroeger met kerst, en Ferdinand, ik ga even roddelen hoor, ja. Met ieder kerst gingen we Op het Spiegelkwartier in Amsterdam gingen we bij prachtig mooie kasteel, hoe heet dat bij Utrecht, gingen we met kerstmutsen zingen, joy brengen. Het was zo gaaf. Het was jarenlang ben ik lid geweest van alle projectkoren, alle dingen. We hebben, ja hoor Ferdinand, ik ga nog je in het zonnetje zetten. We hebben ooit het Gelderdome in Arnhem hebben we geopend. Nee. Met Replay en Gordon. Is dat? Luister, echt. En we hebben zo'n liedje gezongen. Met Peugeot, Skimbazabazabombeo. Ach, jongen, ik ga het allemaal open. Hoe? Ken je de componist David Schwimmacher? Zo met zo'n hele behoorlijke achternaam? Die was de pianist achter René Vroger en zo. Nou, waar zit ik hier? Daar heb ik mee gewerkt, ja, schat. Dat bedoel ik. Ja, Michel Schimschijver. Dat bedoel ik. Ja. Ik voel nog altijd. Daar heb ik 5 jaar mee getoerd. Luister, dat bedoel ik. Ik kon altijd zijn naam. Ja, ik was net in Nederland, sorry. Ik kon het echt nooit uitspreken. Nee. Ja, die gast. Hij was zo aardig. Maar hij stond hij achter de piano. Hij is heel aardig. Hij is geweldig. Superleuk. Ja, hè? Wij gingen ik vond heel het land door. Busje in. En dan gingen we weer in België, exactly. Nederland. En overal. Exactly. Dat je denkt, wat gaan we hier doen? Luister, exactly. We hebben zelfs met Jostie Band opgetreden. Volgens mij Den Haag Ferdinand, als ik me niet vergis. De voorprogramma van de kast. En toen stond bij de kast, zeg maar, toen waren ze heel groot, stond graag alleen maar gros als bier. Dat vergeet ik nooit meer van die kleedkamer dingetjes. Ja. Ach man, mooi, ik word helemaal... Goede tijd, hè? Hey, luister. Ja, Edwin Schimschijmer. Ja, zei ik nou Marcel? Ja, Edwin, volgens mij is dat zijn broer. Edwin Schimschijmer. Ja, ik kon zijn naam nog steeds waarschijnlijk niet goed uitspreken. Ja. Maar New Beginnings, lieve Mirna. We gaan het hebben over New Beginnings. Wauw, dit is echt... Ik vind dit fantastisch. Zo, want dan gaan we die erin knallen natuurlijk. Oh, dit is echt vet. Het nieuws van de week. Je hebt nieuws? Ik ben weer open! Yeah, baby! Woehoe. Mijn yoga studio. Yoga Dreams. Yeah, baby! Woehoe. Ja, en hoe voelt het nou? Oh, Jesus Christ. Opluchting. Ja? Opluchting. Het was, kijk, ik heb het afgelopen jaar natuurlijk alles gedaan en ben je in die modus om iedereen erbij te houden, om je bedrijf staande te houden, om iedereen filmen. Te motiveren, om iedereen toch met elkaar in verbinding te houden, zowel het team natuurlijk als de leden. Dus dat doe je allemaal via social media, je doet het online, je doet het via de livestreams. Maar nu is het gewoon open, dus de studio die is gewoon open. Er komen mensen binnen. En de mensen komen gewoon live, ze zijn 3D. Ze oh, 3D! Ze achterkant. Zijn nog 3D gebleven. Ja, precies. Het liefst 4D, 5D, 6D, 9D. Oh, geweldig. En dat is, maar het is ook zo apart weer, want ik gaf natuurlijk gewoon mijn livestreams in zo'n grote zaal van 120 vierkante meter. Leeg. Met allemaal... Dus je komt in dat 800 vierkante meter pand, je denkt, gezellig. En dan zat je in die zaal, maar je was daar helemaal op geënt van, hallo, welkom. En dan online, zoals we nu hier ook tegen een apparaatje online, aanpraten. Ja, hallo. Gezellig, hallo. Maar nu? Maar nu, het was nu en, hè? Want we hebben zowel live, dus mijn zaal zat vol. En ik was gewoon een beetje zenuwachtig. En het leek wel, ik sta al 20 jaar voor groepen. En het kan van 30 tot 100 tot weet ik veel wat. En ik was gewoon een beetje verlegen. Oh, geweldig. Dus ik zei, nou, fijn dat jullie er zijn. Dat jullie zien. Dan zie je al die verwachtingsvolle kopjes en ook een beetje ontroerd. Ja, van, voor hen is het ook nieuw. Weer. Voor hun is het ook weer van,
Even uit hun habitat, uit hun huiskamer. Ja. Daar waar alles gebeurt met de kinderen, de ruzies, werk. Alles corona-kilo's waar ze heel veel last hebben. Alles dezelfde vibe. Ach jongen, heerlijk. En ze mogen weer in de omgeving, daar waar alles in dienst staat van veiligheid, van jezelf goed voelen, van yoga, van rust, van verbinding. Maar ik had ook nog steeds de mensen online. Ja. Dus het was een soort van, hi, welkom. Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan. En hi, jullie welkom. Ook. Welkom, en jullie ook. Hoe ga ik dit doen? Oh, wat heerlijk. Dus het was ook echt zo'n moment van, ik ben blij, ik ben zenuwachtig. Ik heb het gevoel alsof ik jarig ben. Weet je wel, zo spannend leuk. Maar ja, en toen ben ik er eigenlijk de rest van de week, dus de 26e mei gingen we open. Yes. En de rest van de week ben ik gewoon gebleven, ook steeds bij elke les om de docent te zien. Een nieuwe kopjes weer, dus ik stond gewoon beneden. Okay. Bij daar waar ik erbij kon zijn. Yeah. En ja, je ziet ja, wat ik zei, mensen waren ook echt ontroerd van. Die stonden ook echt even stil in de entree. Van, grappig is dat, hè? Oh, echt zo die schouders letterlijk naar beneden van, wat fijn dat ik hier weer mag zijn. Ja. Thuisgevoel. En in thuisgevoel, daarom noem ik het Yoga Dreams ook altijd ons tweede thuis. Ja. Niet alleen voor mij, maar dat merk je nu, hè. You don't know what you missed until it's gone. Yep. Dus ook weer als je er bent, denk je, ja, dit heb ik gemist. Het is niet alleen die les, die techniek die je ontvangt. No way. Het is de hele ambiance. Het is de verbinding met elkaar. Het is elkaar in de ogen kijken en zien dat jij wordt gezien. In de hoedanigheid zoals jij bent. Niet in werksfeer, niet als moeder, niet als vader. Niet in die functie, maar gewoon jij. En dat was weer zo'n mooi moment. En voor mezelf ook. Dus ik moest ook nog mijn eigen rol een beetje daarin. Want ik was eigenlijk ook hetzelfde als zij. Ik stond ook weer van fijn, hè? Ja, hetzelfde enthousiasme. Maar ondertussen wil ik alles regelen. Ja, er waren tuurlijk ook wat dingen veranderd. Ja. En ik moest ook zelf die les geven. Dus ook voor mij was het gewoon een nieuw beginning. Ik zie het, wat gaaf. Ja. En je hebt natuurlijk een aantal Denhams ook vorige keer uitgenodigd om bij de soulfeeding sessie te zijn. Hoe was dat? Ik was zo benieuwd. Ik heb zoveel liefde en energie gestuurd. Volgende dag moet je open, nu ga je. Echt, dank je wel ook daarvoor. Maar dat was ook, weet je, al die maandelijkse, die zijn magisch. En dat is ontstaan door die verbinding online. Yes. Er is dus bij mij, maar dus ook, dat is niet alleen bij mij, maar bij de rest ook geopend. Omdat die energie, die frequentie is sowieso weer wereldwijd verhoogd. Dus we staan letterlijk wat meer in verbinding met ons hogere zelf. Mooi. Daar moet ik op dat moment, is mijn enige tool waar ik op kan intunen op het moment dat ik die sessie moet geven. Want ik heb niks voor me. Ik heb een laptop. Ja, exact. Ook niet eens een partner. Hier nu waar wij kunnen dit is dus leuk. Sparen. Ja, heerlijk. Ik kijk in je ogen. Ik voel je. Ja. Maar dat heb ik ook niet. Dus het moet volledig niet eens uit mij komen, maar gewoon uit, wat mag ik delen? Wat hebben ze nodig? Het thema is natuurlijk, bescherm jezelf. En dan voel ik die tinteling alweer in die kuiten. Het begon al heel snel bij deze. Want het ging over bescherm jezelf. Het ging over hoogsensitiviteit. Overprikkeling. Overprikkeling, maar niet alleen dat. Over afwijzing. Over dat wat binnenkomt. Dat wat je daar mag laten. Zonder dat je een muur tussen jezelf zet. Dus het was echt de nuance zoeken. Heel dun van, hoe bescherm ik mezelf zonder dat ik... Ja. Die muur ertussen zet. En ik kan het alleen maar natuurlijk afgaan op daarna wat de reacties zijn die ze dan typen. Want ik heb geen, het is geen Zoom. Nee. Het is gewoon alleen maar zenden eigenlijk. Maar het mooie is, het is geen zenden. Ik voelde werkelijk, we waren dus met 101. Echt heel grappig. Weer weer zo. Echt iemand zo 1 minuut van tevoren, ping. Weet je, denk, hoe grappig is dat? Was ook nog een docent van mij, heel leuk. Geweldig. Dus ik heb ook de in-crowd date ook mee, dat vond ik ook zo mooi. Zelfs een coach die mij werkt, die heeft haar klanten weer meegenomen van, maar dit moeten wij weten. Zij is perfectionisme coach, weet je, die weet van, dat hebben mijn klanten nodig. Heel goed. En ik voel ook aan alles dat die soulfeeding sessies, die gaan zo bouwen. Die gaan zo, want dat is wat nog steeds nodig is. Dus dat online gebeuren blijft landelijk, want daar doen natuurlijk mensen uit het hele land in België mee. Maar die combinatie wat ik weer mag doen van dat live... Ik noem het ook nu steeds meer de Yoga Dreams Holding Space. Is letterlijk de ruimte geven aan de mensen. Niet zozeer ik, maar die space is dat wat ik provide, zeg maar. Wat ik creëer met mijn hele team. Wow. En ik zorg dat die holding space letterlijk zonder oordeel, veilig, zonder advies eigenlijk. Je mag er gewoon zijn. Dat is nu Yoga Dreams. Die weet ik nog sterker. Die voel ik nog sterker. En vanuit daar wordt mijn taak weer om die holding space weer
verder te brengen naar mijn coaching sessies. Nou ja, jij weet een beetje het proces waar ik in zit. Mijn nieuwe... Oh, heerlijk. So talking about new beginnings. Hoe gaat en ik krijg steeds meer vorm. Ja. En dat is zo fijn. Dat het ontwikkelt dat ik daar, zich. Het ontwikkelt zich. En dat doe ik ook met behulp. Want ik heb dus ook hulp gevraagd. Want soms kun je dat gewoon niet alleen. En dan is het echt weer voor jezelf een nieuwe stap. En dus daar helpt Eddie Boom mij mee. En dat is niet alleen maar met woorden. Ik vind hem echt een kunstenaar eigenlijk, een levenskunst. Hij zet energie om in woorden. Ja, hij ziet dat om, maar hij ziet mij. En hij zit dat om, maar die woorden zijn... Het is geen plat woorden. Nee, precies. Het is gewoon echt energetisch geluid. Ja. Hij brengt mij naar die essentie. Ik heb heel vaak heel veel woorden nodig. Daarom lul ik hier altijd wel die podcast vol. Nou, anytime, sweetheart. Yeah, not a problem. I vind het heerlijk. Maar hij kan dat met mij brengen van daar waar ik nu sta. Ja. En dat betekent niet dat alles wat ik gedaan heb de deur uit is. Het is dat mijn rol, waar ik nu voel... Ik voel nu ook weer mijn voeten stintelen. Ik wilde net zeggen, voel je wat ik voel? Absoluut. Mijn rol is anders nu. En dus ik draag weer andere taken over. En ik vind het zo... Dus waar ik nog hiervoor, nog een paar vorige sessies met elkaar... zat ik nog een beetje in die frustratie van... Oh ja, wat gaat het worden? Ik wil dan te snel. Want ik ben ook een doener. Ik ben ook een aanpakker. Yes, yes. Oké, ik voel dat er al iets nieuws komt. Oké, okay, dus wie is het dan? Ook de engelen, hallo? Hallo? Ja. Schiet op, jongens. Schiet, ja. Hallo. Hoor je mij of zo? Zo werkt met de engelen. Dang. Helaas. Dus ik moest echt weer sit back and relax and enjoy the ride... En zelfs ook in een meditatie die ik trouwens met Hans samen heb gedaan, dat hij echt aan mij voelde van oké. Wie is Hans? Hans is voor mijn de mensen, partner. Voor de mensen die hem niet kennen. Hans de Waard is mijn partner. En wij kunnen elkaar natuurlijk heel goed helpen in dat vlak ook. Soms ook willen we het juist niet van de ander. Ja, ik doe het gewoon op mijn Leave manier. Leave me alone. Hè? Doe jij het op jouw manier? Op dat moment was het heel fijn. Zegt hij, liefie, kom mee bed. Weet je wel, zo met zo'n traan in mijn ogen. Nee, ik wil dat ik al kom weet. Kom goed, schatje. Kom goed. Komt goed, dat. Maar zegt, laten we even meditatie. En die ging meteen eigenlijk mooi. In een hele korte tijd. Van, laat je meevoeren op de stroom van die rivier. En die ken ik natuurlijk wel, die meditatie. Want ik hield toch lekker krapachtig vast. Die is zo leuk. En oké, schat, ik laat los. Weet je, want ik moet gewoon naar die nieuwe vaart toe. Van... Want ik vind hem ook doodeng, want ik weet dat er heel veel nieuwe dingen gaan komen. Mm-hmm. Okay. Voor iedereen die kijkt, dames en heren, ja. Zelfs Mirna is zenuwachtig van nieuwe dingen. Ja. Zou je niet verwachten, maar yes. Niet de nieuwe dingen die ik creëer en doe, maar iets van mijn hoger zelf en van mijn... Ja, zeker. Je grootheid. Die down ziel komt, het is niet dat we bang zijn voor het donker, het is voor het licht. Dus die kwam eruit. Nou... Aramiek, het was niet die stroom met die rivier. Weet je wat er kwam? Die waterval, maar die ging niet gewoon zo, maar die ging zo, hè? Die stortte naar beneden. Dus, maar ik deed het, denk ik, dat is de enige manier. Ja, exact. En daarna kwam die rust. En die rust, die voel ik sindsdien. Oh, man. En die werkt dus ook meteen door. Dus de sessies die ik nu heb met Eddie, die gaan ook meteen tak, 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 tak. Dus al die puzzels waar we daarvoor allemaal... Met name ik, hij niet hoor. Ik was aan het strukken, ik weet het niet. Kan, nee, maar is het ook niet. Dit, nee, maar is het ook niet. Ja, valt alles op zijn plek. En morgen zien we elkaar ook weer. En zo vertrouwen weer. Dat hoe ik altijd natuurlijk leef. Maar je moet even door die groeipijn heen. Omdat wat je altijd hebt gevoeld is dat je weer meegaat met die stroom. Dat je denkt, ja, dit is het. En daar zeg ik ja tegen en daar zeg ik nee tegen. En dit gaan we nu doen. En dit wacht nog even. En ja, nu voelt het weer heel lekker en heel rustig. Oh, heerlijk. Ja. Heerlijk, heerlijk. En voor diegenen die nieuwsgierig zijn, die denken van... Oké, wat is nou Yoga Dreams? Hoe kan je dat doen? Ik heb een leuke verrassing voor je. Ik heb het niet verteld, dus ik ga even kijken. En voor mensen die... Laat ik eerst vertellen... Hans, waar we het nu over hebben, dit ga ik natuurlijk aanstaande vrijdag aan Hans zelf vragen. Yeah. Want Hans zit hier aanstaande vrijdag, dames en heren. Het is zo'n enorme eer. We zijn al aan het appen geweest. Vanmiddag gaan we nog even brainstormen samen. Yeah. Dus mocht je benieuwd zijn naar die ene Hans waar Mirna al week over heeft, niet uitgesproken over raakt, hoe ze dit ga ik allemaal tegen je lekker gebruiken. Ja, mag hoor. Ja, en wat ik was benieuwd, ik wilde heel graag, want je had zo'n mooie sharing gedaan. Die wil ik graag met mensen delen. Even kijken of ik het heel snel kan doen. Dit heb ik niet gecheckt met Mirna, dames en heren. Dus zie haar zo meteen als ze verlegen gaat worden. Dat vind ik alleen maar cool. Let's see of het gaat lukken. Yes. Oh, mijn video. Ja. Kijk. Zolder. Oh, sorry. Oh, dat is wel heel snel. Dan ga je meteen naar de zolder. Die was heel snel. Kijk, dames en heren. We gaan ons even lekker
wegzetten. Kijken of ik ons weg kan halen hier. Ja. Kom naar binnen in ons verborgen paradijsje in Zaandam. In Yoga Plus. Onze India-elementen. Waar je lekker kopje thee kunt krijgen voor de les, voor je training of voor je lezing. Hier de kleedkamer. Meer nou blote voeten? Ja. Dit is de begaande grond. Een mooie zaal. Het zijn 3 etages. Prachtig. Kom binnen. Kijk. Een fijne zaal. Waar nu met zo'n 11 mensen yoga kunnen beoefenen. Ook nog in de tuin. Dus dit is de eerste zaal, zaal 1. En dan gaan we naar boven. Want we hebben 4 zalen in het prachtige pand. Ja, we zijn nog wel even bezig. We zijn nog even bezig, hè? Nou, zo zie je maar. Wil je het echt gewoon goed zien? Wacht even, het gaat, loopt het geluid hier door. Kijk. Hij is nog even mijn broek op. Ja, ik wilde juist leuk, dat hè? Stukje wilde ik even... ik wist dat ik kwam. Nou, weet je wat zo leuk is? Dit is gewoon een one-taker, hè? Ja, ik zag het. Dit was een idee. En gewoon inderdaad zo van, hup, dit gaan we doen. Want heel veel mensen, daarom noem ik het ook het verborgen paradijs. Want ik doe dit natuurlijk al, Yoga Dreams bestaat 14 jaar. En dus ik denk dat iedereen dat weet... Maar heel veel mensen die binnenkomen, die hebben zoiets van, hè, zit dit hier achter? Ja, dat pand vond ik al geweldig, maar wat erachter zit is nog mooier. Zeker, want toen ik het zag, heb ik je meteen geappt van, wauw, ja, wat vet dit. Ja, en dat is hè, vandaar dat het echt mijn tweede thuis is. Dus, maar dit was ook Lonneke die bij mij werkte. Die is gewoon achter me aangelopen. Dus inderdaad, niks is eruit geknipt. Ja, hij is mijn broek ook nog. Absoluut. Je hebt een prachtig mooi Indiase deur, zo'n tempel. Uit Rishikesh inderdaad. Ja, prachtig. Dus mocht je, daarom was de teaser even, mocht je dat zelf willen meemaken. Ik zou zeggen, ga er naartoe. En daarnaast heeft Mirna vandaag even kijken of ik hem erbij kan halen. Want er is iets aan de hand. 22 juni volgens mij. Ja, toch? 22 juni. Doen? Want we hadden het net weer over die soul feeding sessie. Dat was bescherm jezelf. Want eigenlijk had ik op die dag de Yoga Nidra gepland. Maar omdat ik wist dat de wereld weer open ging, denk ik, nee, er is nu iets anders nodig. En dat was natuurlijk om jezelf te beschermen tegen die overprikkeling. Yes. Maar nu gaan we dus wel de Yoga Nidra doen. Want terwijl alle leuke dingen weer op je pad komt. niet stellen wat hier staat boven. Je moet er niet zo dichtbij. Oh, sorry. Ik ben 48. Oké, sorry. Je moet de bovenste lezen. Ja, maar hij is dicht. Dicht. Je moet de bovenste lezen. Niet lezen, niet oplezen. Niet af. Oh, wacht. Mag ik niet voorlezen, sorry. Ja, sorry. Mag niet zeggen wat er staat. Yes, diegene die mij net gehept heeft, het komt voor elkaar. Nou, wat lief. Dit is leuk. Maar waar Yoga waren we Nidra. Gebleven? Yoga Nidra. Want als we al die leuke dingen gaan doen, dus we kunnen weer naar festivals, we kunnen weer naar restaurants, we kunnen weer op vakantie. Maar daardoor zul je ook echt wel merken, ook op het scherm jezelf, dat je een beetje hyped up in je bed gaat liggen. Ja. Nou, als je dan niet zo goed kunt slapen, is de Yoga Nidra, de slaap van de yogi, is perfect, want daardoor, als je een goede yoga nidra doet, dus een begeleide meditatie die je liggend doet, om echt in een hele diepe ontspanning te komen, dat vervangt 4 uur slaap. Zo hé. Ja, daarom is het wonder. Dus als je zo'n 50 minuten, zeg maar, die yoga nidra doet, dan zul je echt merken dat je juist daarna, natuurlijk kun je ook slapen, maar jij juist als je eruit komt, zeg maar, na een half uur, kan ook zijn dat je die alertheid, die waakzaamheid, dat je denkt, ik ben er weer. Dus als je merkt van ik slaap wat minder of ik kan het tussendoor wel gebruiken om weer 's avonds van alles te kunnen doen. Omdat je gewoon alles wil benutten uit die dag. Want dat gaan we nu ook krijgen. Iedereen wil nu zijn volle potentieel leven. Iedereen gaat nu in zijn 6. Iedereen is natuurlijk, heeft die reflectie kunnen hebben van wat wil ik? Waar ga ik naartoe? Is wat ik doe nog wel wat ik wil? Maar nu we weer mogen, gaan we natuurlijk uitvoeren. Ja. Hè, met natuurlijk ook de valkuil dat je te veel doet. Maar goed, dat gaan is ook nu even nodig. Ja, Ga maar gewoon lekker. Ga maar tegen die muur. Ga maar even tegen die muur. Dan wordt het leven vanzelf weer tegen je. Precies. En dan, dan is het wel heel fijn als je door middel van of goed slapen of van yoga nidra,
dan gewoon even weer on track bent. Yes. Dus dat is 22 juni, 8 uur, ook weer online. Yes. Dus kan iedereen weer meedoen, hoef je niet voor naar Zaandam. Nee. Want dat is het nadeel, dat zeiden mensen altijd van... Oh, ik vind het zo jammer dat je zo ver weg zit. Zit een kwartiertje bij Amsterdam. Ja. Maar ja, mensen in Limburg, die komen niet even voor die les. Nee. Dus ik vind het zo fijn dat ik... dankzij corona dat online gebeuren heb kunnen laten groeien en bloeien, waardoor ik veel meer mensen kan bedienen. Totaal nieuwe verbindingen ontstaan. Ja, absoluut. Ja. Dus mocht je bij willen zijn, dames en heren, www.mirnaonline.nl/live, dan kan je gewoon aanmelden. En ik zie meteen hier een mooie testimonial van Marianne, die zegt, soul feeding sessie was heel fijn. Ja. Absoluut. En wat zegt Peter? Peter zegt, ja, zoals je het ook alleen al vertelt, maak me al rustig naar al die energie. Nou Peter, het is ons waar genoeg. Om de twee weken is Mirna gewoon gezellig hier. Ja. Dus kom erbij. En als je kijkt, het thema was innerlijke rust. Ja. Innerlijke groei, rust. Ik heb hem weer door elkaar gehad. Wat innerlijke rust en groei. Ja, en zo zijn we gestart. Ja, zijn we... Dan doen we steeds een ander thema. Ja, dat altijd. Echt, het is heel grappig. Jij deed altijd innerlijke groei. Ja, innerlijke groei en dat rust. Dat is natuurlijk ook. Maar het is innerlijke rust ja. En groei. Yes. Ja. En dus new beginnings. Ja. Wat zou je mensen... Wat ik zie gebeuren is het volgende. Ik zie ineens heel veel trainers opstaan. Die beginnen met hun live trainingen. Ineens gaan van alles en nog wat. Juli is gepland. Ze gaan in juni allemaal live training geven. Ineens is het hele live event verhaal is natuurlijk opengegaan. Iedereen maakt daar gebruik van. Ja. Er komt zometeen een overload aan alles wat je kan doen. Wat vind jij, zeker in acht nemen van dat nieuw begin dat nodig is, dat universum terug gaat praten. Wat zou je mensen aanbevelen waar ze vooral van bewust mogen zijn? Dus niet per se extra... Dat moet je niet doen, dat moet je doen. Nee. Maar wat zou een als je eerste hulp bij zeg maar nieuwe prikkelingen, nieuwe beginnings, wat zou je advies over daar willen geven? Maak een hele bewuste keuze tussen die 1000 mogelijkheden. Oh, die is mooi. Die is echt heel belangrijk. Dus ook als ik nu naar mezelf kijk, er komt heel veel op me af. Ik krijg ook heel veel aanvragen. Wil je daar een retreat? Wil je daar? Wil je naar het buitenland? Wil je hier in Nederland? Wil je dit? Wil je dat? Samenwerken met hotels? Nou, van alles komt er op me af. Vind ik superleuk. Ik snap het ook. Want nu mogen we weer. Ik heb natuurlijk heel veel zaadjes geplant. Ik heb natuurlijk heel veel gedeeld. Dus nu denken mensen, oké, meer. Ja, maar dan wil ik nu wel... Heel veel meegedaan op Clubhouse, op Facebook, op Instagram. Dus, dus dat vind ik super fijn. Maar ik ben zo blij dat ik mijn proces ben ingestapt... en het gedurfd heb om weer terug naar die essentie te gaan. Waardoor ik dus nu weer heel bewust ook nee... maar ook heel bewust ja kan zeggen. Dus het is niet zo, dan moet je dat niet meer doen of dat. Hè? Dat is de negatieve kant van, dan mag ik allemaal niet meer doen, want dan wordt het te veel. Exact. Nee, ik ben ook echt een doener. Maar in die mogelijkheden ga ik heel goed voelen. Dus in die ruimtes van intuïtie, van overvloed, van liefde, ga ik heel duidelijk bij mezelf voelen en ervaren bij alles wat er bij me binnenkomt qua mail, qua app, qua aanvraag, qua telefoontje. Hoe voelt dit voor mij? Is dit een go uit ego? Want ik vind alles leuk. Dat is maar leuk is niet meer mijn... Dat was vroeger wel zo. Ik dacht, ja, is goed. Er stond meer naar weer. Ja hoor. En helemaal naar de piek. Niks mis. Nee, ik heb me nooit over de kop gewerkt. Dus dat heb ik altijd wel goed gedaan. Alleen mijn intrinsieke motivatie nu is... Wat vraagt het leven nu van mij? Aha, dus omdraaien. Dus niet wat wil ik van het leven. Wat wil het leven nu van mij? En waar ga ik nu mijn energie en waar kan ik de mensen het meeste mee bedienen? Het meeste mee bedienen. Dan ga ik weer lezen. Dus dan zie ik zo'n aanvraag hè, van een samenwerking met een hotel. Of van een event of van een retreat in het buitenland. En dan ga ik het weer afwegen. En dan kan het zo zijn dat ik twee kanten op ga. Het is of een nee... Of het is een ja, maar dan on my terms. Yes. En dan bedoel ik niet van heel hotel on my terms, maar met de invulling ervan. Yes. En dan kan het net zo zijn dat ik zeg van, oh ze vragen me voor 4 weekenden. Nee, maar 1 weekend klopt wel. Maar dan gaan we 1 weekend heel intens, full on, met dit specifieke thema. En niet alleen maar gewoon, om even heel oneerbiedig, yoga lesje. Ja. Dat is klaar. Ik kan dat niet. Niet meer, laat het zo zeggen. Terwijl die yogales was toen, dat klopte helemaal. Maar er zit nu een vele andere, diepere lading bij. En dat wil ik delen. Maar dat krijg ik niet in elkaar in 1 uur yogales. Nee. Dat gaat niet.
Dus zeg dus, je dat daarmee dat je dus je bewuste keuze die je maakt, dat je vertraagt, nog een keertje paar keer gaat checken, nog een keer erop gaat kouden. Ja, dus je kan ook inderdaad... enorm de tijd nemen daarvoor. Niet enorm, maar meer van... Nou, en niet eens op kouden. Het is gewoon weer even... Ik reageer altijd meteen van, hey, of het is inderdaad dat ik hem al weet, want het is een nee, of het is laten we kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat is eigenlijk wat ik de eerste mail, zeg maar, of terug-app. En vanuit daar kan het zijn vorm krijgen. Maar die vorm krijgt alleen maar die vorm door dat wat ik voel van binnen. Dus ik ga weer die ruimte in van liefde, van zelfliefde. Ik ga die ruimte in van intuïtie. En ik ga die ruimte in van overvloed. En alleen dan kan ik nu op dit moment een hele volmondige jaar, waar ik weer die waterval in ga van oké. Okay, ja, ja. Dan stap ik erin. Maar dan heb je me ook wel echt voor 1000%. Ja. Ja, 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 ja. En die, ik hoop dat de luisteraars dit zien wat er gebeurt. Ze gaat letterlijk fysiek gaat ze naar binnen en naar buiten. Ik hoop dat je dat ziet, want het is zo mooi om bij jou te zien dat het ook meteen een fysieke uiting is in dingen die je aan het doen bent. Ja. En ik denk dat dat een van de dingen is die we tegenwoordig missen, zeg maar de combinatie tussen fysiek en emotie en spirit, die je op deze manier heel mooi aan het tentoonstellen bent. Want dan ben je echt daadwerkelijk 1000% congruent ook met wat je aan het doen bent. Dus elke keer, en daarom blijft die zin ook zo belangrijk, van je gaat minder doen om meer te bereiken. En niet alleen maar op bereiken van dat plaatje, maar bereiken als in meer voldoening. Yes. En dat is altijd die afweging. Maar om daar te komen, en zeker nu waar alles weer mag qua doen, moet je eerst wel sit back en relax. Ik wil het eigenlijk heel fysiek doen, maar ik weet dat ik dan niet meer kan praten. Ja. Ik wil dan naar achterleunen. Eigenlijk wil ik bij sommige vragen wil ik ook naar achterleunen. Ja, grappig. Fysiek. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. En echt letterlijk van afstanden. Maar ik weet dat dat heel moeilijk is voor mensen met keuzes maken. En ook de druk die erop ligt met het mailen. Ik ben zelf ook van snelheid. Klinkt heel gek. Dus ik heb die vertraging, maar ik handel heel snel. Ik kan heel snel schakelen. En dan moet iedereen met mij meeschakelen. Dat weet je wel eens, hè? Jammer dat je het mee gaat. Ja. Maar die komt vanuit die vertraging. Ja. Ja. En als je eerst start met die versnelling, dan mis je de essentie en ga je... Kan je over de kop gaan. Ja. Dus en dat, ik snap ook echt heel moeilijk dat in keuzes, en dat je zegt, ja, meer je zegt vertragen, maar je zegt ook snelheid. Ik snap het soms niet meer. Nou, is het misschien zo dat je eens de richting bepaalt door te vertragen en dan gaat versnellen? Snap je? Want de meeste mensen gaan versnellen in de verkeerde richting. Dan, weet je kan heel veel snelheid gebruiken in de verkeerde richting. Als je naar Limburg gaat, versnel je richting Groningen. Schiet het niet op. Ja, precies. Dus je gaat, maar dan is het ook, kijk, richting. Betekent als je intentie zet, is het ook richting geven aan. Ja. Dus als je die intentie eerst plaatst en je weet nog niet de vorm, hoe die richting gaat. Want dat is ook weer een nuance, hè? Oké, je kunt richting bepalen met vorm al. Maar als je de intentie nog niet hebt geplaatst van waar die vanuit vandaan moet komen. Denk zelfliefde, intuïtie, overvloed. Dan is de richting, het doel... Dit is een masterclass, dames en heren. Dus we gaan weer terug. Dus stap 1, ik vind het heerlijk. Stap 1 is dus de juiste intentie zetten. Ja. Alles begint met een intentie. Dat is wat je zegt. Daarna ga je vertragen, voelen. Eigenlijk voor de intentie. Nog een voor de intentie, dames en heren. Volg je de masterclass meer naar. Nee, hartstikke heerlijk. Ik hou je van. Ja, maar het lijkt zo simpel. Kijk, we hebben het vaker over manifesteren. Maar dit gaat veel verder dan manifesteren. Moet je heel hard blijven werken. Ik had dat laatst in een hele mooie podcast van Koos Jansson. En ik zat bij elk woord dat hij zei. Ik begrijp je. Ik begrijp mezelf nu beter. Dus hij gaf woorden aan dat wat ik al mijn hele leven doe. En manifesteren moet je blijven werken. En het gaat een laag dieper dan dat. Nou, 10 lagen dieper, zo te horen. Het neerzetten van dat leek. Kijk, manifesteren en je gaat inderdaad voor dat doel. Daarom, ik heb altijd een hekel aan, sorry alle business coaches, de stip aan de horizon. Waar wil je zijn? Hoeveel wil je verdienen? Nou, gelukkig heb ik zometeen geen training. Nee, maar het is niet verkeerd. I get you so. Als je de eerste stap maar zet. Absoluut. En als je niet daar begint. Dus het gaat veel dieper. Wil jij dat manifesteren blijft lukken in je leven? En je moet er niet constant, want als je dan dat huis hebt, of dan moet je ook heel hard werken om te behouden, dus moet je weer manifesteren. Ik wil het wel behouden, ik wil wel dat het goed blijft. Heerlijk. En ik ga heel erg denken, ik ga weer in mijn hoofd. En ik ga control. Overgave is ver te zoeken, dus die naar beneden, die waterval, die kom je nog niet tegen. Je moet 3 stappen terug. Yes. En dat is overgave in liefde. Daar is die eerste stap. Overgave in liefde. Ik vind het mooi.
Ik vind hem echt leuk. En het lijkt zo ver weg, hè, van die stip op de horen en van die 20.000 euro. Het is zo dichtbij. Het is de essentie. Maar ja, het is niet altijd... Als ik het ook uitleg, denk ik... Oh, het lijkt zo... Het gaat vanzelf. Ik zeg, dit is een masterclass. Als ik hem wil uitleggen, denk ik... Dat is eigenlijk nog helemaal niet zo, zo simpel. Maar ik vind het mooi om het in de zoals praktijk. Ik wil graag dat mensen het gaan praktiseren. Want soms in de spiritualiteit... Is het ook heel lastig. Oh ja, ik voel het. Ja, ik voel het. Ik ben zelfliefde. Oh, we voelen zelfliefde. Ja, maar hoe breng je het in de praktijk met alle shit en rotzooi waar we mee moeten dealen? When the going gets tough. Ja, weet je wel? En dat, dus mijn uitleg, ik moet er ook vaak... Oké, meer, maar hoe doe je dat dan? Ja, voor jezelf snap je wel, maar hoe leg je het uit aan anderen? Dat vind ik het allerlastigste. Ik vind het geweldig. Wanneer kunnen we een masterclass hierover verwachten? Ja, lieve schat? Snel. Nee, ik zweer. Ja, ik hoop dat jullie het voelen. Ik hoop dat jullie het zien. Chantal zegt, mooi gezegd, minder om niet te bereiken. En by the way, Mark van Meteren zegt, prachtige locatie. Die moest ik je nog meegeven. Leuk. Leuk, fantastisch. Ja. En jongens en meisjes, ik krijg echt geen genoegen van Myrna. En ik kreeg al heel veel tips en hints via de app van laat haar nog langer. Laat haar echt waar, geloof me. Als maar ik we straks, moesten hier stoppen. Yes, als, ik straks om 11, als ik straks om 11 uur niet een training had, dan by the way, mocht je mee willen doen met de training. Guys, dus om meteen gaat over 5 minuten de link van de training uit. Dus ik heb nog de kans via www.aramiekonline.com, want we gaan zo meteen langzaam richting afsluiting, om je aan te melden. Ga niet later zeggen, oh, ik ben het vergeten. Ga niet later zeggen, ja, maar ik kan niet straks. Er komt een replay van 2 dagen. Als je niet bij kunt zijn, ik zou je aanbevelen, meld je aan, zodat je de replay kan krijgen, maar zodat je het kan krijgen. Dat is meer even de versnelling naar de andere kant op. Maar wat ik vind het ontzettend mooi, Myrna, wat er gebeurt met mij, wat er ontstaat, is dat je het zo simpel uitlegt. Gelukkig. Ja, het is echt zo simpel uitgelegd. Daarom was ik jou een beetje pick your brains, want dat vind ik altijd mooi, hoe je dat uitlegt. Het maakt het niet alleen doable, maar het maakt het heel zichtbaar, waar we dingen die heel zichtbaar en simpel zijn, ingewikkeld hebben gemaakt, zeg maar. Ja. Snap je? Ja. Jij maakt dingen ontzettend praktisch. Dat vind ik heel fijn. En je ziet het meteen resoneert met iedereen. Dus dank daarvoor. Dankjewel. Want dat Dankjewel. Is het, hè? Hoe dieper we gaan, hoe moeilijker eigenlijk woorden aan te geven exactly. is. Want eigenlijk zijn de woorden alweer dat je denkt, Te veel haalt woorden. Al eigenlijk al... Ja. Weer iets te maar af. Ik vond maar het, dames en heren, als je deze podcast hebt beluisterd, als je niet gekeken hebt, zorg ervoor dat je een paar keer gaat beluisteren. Want ik ben een van die mensen die weer terug gaat luisteren. Ja. Want ik vind het fantastisch. En ik heb haar beloofd, ik heb Myrna beloofd, behalve dat natuurlijk Hans hier vrijdag is. Ik heb nog een verrassing voor je. Oh, ja. Ja, want ik heb vanochtend heel druk, al een tijdje druk contact met een heel bijzonder iemand. Die komt aankomende maandag hier naartoe. Het is iemand die je kent. Ja. Het is iemand met wie jullie 2-3 dagen geleden op het terras lekker... Hebben. Oh, Joeri! Ja! Wat leuk! Het is ook 1 pot nat allemaal. Echt, hoe leuk ik vind is het dat? Heerlijk! Jazeker! Ja, wat een enthousiaste keer. Heel leuk, want Joeri, die is de man van Caroline. Exactly. En met Caroline ga ik samen naar Marrakesh. Dat is een... Oh, daar kijk ik zo naar uit. Dat is zo'n mooie reis. Dus we gaan in de Riyadh, midden in Marrakesh, de Yang. En we gaan midden in de Sahara. Meditatie, nou ja... Heerlijk om te doen. Dus zij had mij alweer 1,5 jaar geleden, een jaar geleden benaderd. Ging natuurlijk allemaal nog niet door. Wij hebben echt nu een connectie. En ondertussen leren we haar man ook natuurlijk kennen, Joeri. En Joeri doet nu, as we speak, de opleiding bij Hans. Yes. Dus die is zelf ook helemaal door dat proces aan het gaan natuurlijk als profvoetballer. Want heel veel mensen kennen misschien is Joeri Cornelissen, profvoetballer. En die zit nu zelf helemaal in een proces van, ja, maar die is natuurlijk in het coaching. Die wil ook mensen helpen. Die voelt ook, er is een nieuwe stap nodig. Ah, die is zo enthousiast, jongen. En er ontstaan allemaal leuke dingen. En in de laatste op het terras inderdaad ontstond weer dat Hans ook zei, ja, maar dan gaan we dit met z'n 4 in Marrakesh doen. Weet je, dan gaan ze ook een academie voor kinderen, waarmee je de kinderen daaruit het slop haalt en beweging geeft. Heeft een bewustwording en nou ja, zo zie je maar, hè, van de een wat ik komt vind, het andere, vind het komt zo hij leuk. Bij jou? Ja, absoluut. Echt, ik vind hem zo'n aardig gast. Ik zo hij is heel leuk. Ik heb hem de hele week, we hadden het zo druk, ik ben iedere keer vergeten om opties te doen. Zelfs Chantal zei, oké, nu ga je me gewoon datum geven. Ja. Dit klopt zo als Myrna vandaag er is en Hans komt vrijdag en dan Julio maandag. Gewoon doen. Dus en Julio is echt een lieverd. Het is natuurlijk een profvoetballer, weet je, super professioneel. Maar je zult echt merken zo dat zo zachtaardig in die zin, absoluut. Je luistert ook echt
echt naar je en wil ook leren. Dus dat gaat een heel dus mooi gesprek opleveren. Dus dames en heren, weet je, dus aankomende dagen. Vrijdag komt Hans en maandag komt meteen jullie. Ik ben zo benieuwd. Nee. Ik had zo'n leuk contact vanochtend met hem. Ja. Was echt. Dus jullie, mocht je luisteren. Ik ben zo trots en vereerd dat je hier komt. Dus ook dank aan jou en Hans voor de aanbeveling. Ja, want dat vind dat ik dan weer werkt. Echt super cool. Want dat, weet je, het is echt... Dat is verbinding. Ik vind het echt een eer. Ik vind het echt een eer. Dus super, super thanks dat ik die line-up meteen kan bekendmaken. En ja, dan mis je waarschijnlijk nog een dag. Morgen, donderdag, komt een van de coaches, beste coaches van Nederland. Die heeft Freelance of the Year Award vorig jaar gewonnen. Fijke Willems, die komt hier online in de studio. Ze woont namelijk zelf in België. Maar ze is hier in de studio om te praten over... Nieuwe beginnings, nieuwe tijd. Ja. En hoe coaches daarop mogen doen. En op welke manier kan je nog beter met innerlijke rust en chillness zeg maar, je doelen gaan bereiken. Goed. Dus het is, deze sluit dagen zijn aan. Allemaal aan elkaar aansluiten. Ja. Dus ik vind het echt fantastisch. Dus nogmaals, lieve Mirna, dank, dank, dank. Ik moet het gaan afsluiten. Het is echt half kwart anders voor. Blijven wij doorpletsen. Jullie kunnen, ja precies, je weet hoe het gaat met Mirna en ik. Je kan hier tot echt 11:30 zitten hier nog. Dus guys, dankjewel iedereen die hier was. Ik ga zometeen mijn favoriete item van de dag doen. Mocht je nog denken van ik wil meedoen met de LinkedIn training, dames en heren, check aramiekonline.com. Want zolang ik live ben, heb je de mogelijkheid. Want ik ga zo meteen de link, as soon as we close, ga ik de link sturen naar de deelnemers. Ik heb heel veel zin in. Maar eerst gaan we kijken. The blessing of the day. En het is geworden. We are products of our past. But we don't have to be prisoners of it. Wow. Ja, bevrijd jezelf van je verleden en leef in het nu. Nou, we hebben het nu over het bewustzijn. Wat is er nu vanuit de essentie? En het mooie is, weet je, iedereen heeft die ware natuur in zich. Alleen wij zetten onszelf in die gevangenis. Zo zonde, hè? Ja. So it's time. Dus dames en heren, luister er goed naar. Mocht je weer van willen weten, check mixmediafan.nl of volg Chantal Meester hier op LinkedIn. Ze deelt iedere ochtend, deelt ze dit als een ochtendpost. En ja, guys, dit was zo fantastisch. Mag ik mijn fantastische gast hier bedanken. We zien elkaar weer over 2 weken. Ja. Kunnen we uitgebreid roddelen over Hans. En over Juri. Wat ze allemaal verkeerd hebben gezegd. Exactly. Over mij. Exactly. Dus we gaan ontzettend roddelen. Dus be there. Volgens mij is dat woensdag de 16e even uit mijn hoofd. En ik krijg geen genoegen van je. Dank je voor deze enorme masterclass. Echt in spiritualiteit, in praktische dingen, maar vooral hoe begin je. En ik ben zo blij dat je gewoon open bent. Dat je weer, ach, het is je zo gegund, lieve schat. Ja, het werd tijd. Het werd tijd. Nou, het is ook tijd. Het is 47:47. We gaan hier afsluiten. Zometeen om 11:00 alle deelnemers. Excuus, je weet hoe het gaat, maar dit is de beste legitieme excuus die ik heb. Omdat ik aan het genieten ben van Mirna. Mijn schuld. No problem. 11:00 gaan we straks. Je hebt nog tijd om je aan te melden. aramiekonline.com. Maar ook, zorg dat je ook aanmeldt. Ik ga hem nog erbij halen. Voor 22 juni, Yoga Nidra, waar Mirna het over had, via www.mirnaonline.nl/live. Je kunt niet genoeg van Mirna krijgen, dat heb je vandaag weer gezien. Dus go for it. En nogmaals, het weer is schitterend. Zorg dat je af en toe lekker ademhaal naar buiten kijkt, vertraagt, naar Mirna luistert. Want life is life, dames en heren. Echt, het was fantastisch. Dank, dank, dank. Tot dames de volgende heren, keer. Tot de volgende keer. See you later. En adios. Maak een mooie dag van. Doeg allemaal. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig! Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan! Elke dag om 10:00 ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg... Wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil. Iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. De volgende keer, tot over 2 weken. Geweldig dat je er was. Jongens, see you later. Morgen om 10:00. Dag.